kijk naar Achter de Schermen bij Dummy de Mummy. Van de maker, regisseur Pim van Hoeven, willen we natuurlijk alles weten over de film. Maar wist je dat Dummy de Mummy is gebaseerd op een boek? Aan de schrijfster van de boeken, Tosca Mente, vragen we: hoe heeft ze die mummy eigenlijk verzonnen? Ik zat in de auto met mijn gezin op vakantie en ik was gewoon een ander boek aan het schrijven. En hij viel binnen, dus het was gewoon Dummy de Mummy. En mijn kinderen zaten achterin en zeiden, wat is er, weet je wel? En ik zei, Dummy de Mummy, ja, wat is dat dan? Zei, dat weet ik niet, maar goed, ik vind het leuk klinken. En zo is het eigenlijk begonnen. En toen was ik thuis na die vakantie, heb ik het boek afgeschreven. En toen had ik dat nog liggen in mijn hoofd. En toen denk ik, nou, ik ga maar zo'n boek schrijven over een mummy. En dat werd Dummy de Mummy. Maar hoe wordt dat boek dan een film? Ja, op een gegeven moment komt er dan een meneer naar je toe en die zegt, ik maak films. En ik wil heel graag van jouw boeken een film maken. En dan denk je, wauw. Toen we het boek wilden gaan verfilmen, heb ik met Tosca gesproken. En we hebben gezegd, van, nou, we willen het boek graag verfilmen. We gaan misschien wat kleine dingen eraan veranderen. Maar in principe willen we heel dicht bij het boek blijven zoals jij het geschreven hebt. En bij een film heb je natuurlijk acteurs nodig. Ja, nou, eigenlijk kende de regisseur me al van de vorige film. En dus hij wist zo'n beetje wat ik kon en zo. En toen heeft hij gevraagd of ik auditie wil doen. En zo is het eigenlijk begonnen. Kan je het zien? Oh. Ze zeiden dat ik Kreng moest spelen. En toen dacht ik wel van, nou, lijkt me wel een heel erg leuke rol. Nou, ik speel Goos Schuts. En ik ben eigenlijk een jongetje met niet heel veel vrienden. En dan vind ik een mummy in mijn bed. En dan verandert alles. En die houdt je van vliegen. Goedemorgen. Bij het maken van een film komt natuurlijk heel veel kijken. We bezoeken de geluidsstudio om erachter te komen wie nou alles regelt. Hallo, ik ben Pim van Hoeven en ik ben de regisseur. Wat doet een regisseur eigenlijk, vraag je misschien af. Nou, eigenlijk ben ik degene die bij alle dingen mag zeggen of het goed is of niet, of dat het over moet. En jij bent de leukste en mooiste van de hele buurt. Nou, en loop maar uit. Hij zegt, ja, kan je dit even doen op zo'n manier, op dit, dat. En dan zeg ik, ja, dat kan wel. Of moet ik het dan niet meer zo doen? Dus heel veel mensen werken mee aan een film. Een cameraman, een geluidsman, een belichter, heel veel acteurs. En die doen allemaal dingen. En als ze iets doen, en dan zeg ik, ja, dat is goed. Of nee, kun je dat nog een keer overdoen en dan een beetje meer zus? Net zo lang, tot ik het goed vind. En dan zijn we klaar. Ja, dat is helemaal goed. En als je dan een film over een mummie maakt, moet je natuurlijk alles weten over Egypte en mummies. Welkom in Egypte. Mijn naam is Janko en ik werk in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden. We staan nu voor een hele oude Egyptische tempel van meer dan 2000 jaar oud. En dat is heel erg leuk omdat hier een gedeelte van de film van Dummy de Mummy is opgenomen. Dit is de scène waarin Dummy in de kist wordt gelegd om op transport te gaan naar Nederland. Goos, dit geloof je niet? Een ongeluk door de bliksem en een truck met mummies is van me weggeblazen. Dummy de Mummy is een mummie. En de Egyptenaren die maakten mummies om te zorgen dat mensen na de dood, dat het lichaam van die mensen goed werd gehouden. Hij komt uit Egypte. Dummy? Eigenlijk heet hij anders, maar Dummy is makkelijker. Dummy? Magi? Dat betekent goed. Maar hij is een... Het is een... Een mummie, pap. Dummy is een mummie. Dummy is helemaal ingewikkeld in een soort verband. Het ziet er eigenlijk een beetje vreemd uit. Zij dachten dat je als dode, als overledene, je lichaam nog nodig had in het hiername, alsof in het leven na de dood. Wat? Nee. En de mummy, als zodanig, werd niet zomaar in het graf gelegd, maar de mummy werd in een kist gelegd en die kist werd in het graf gelegd. En hier zie je zo'n kist en die is ook mummievormig of mensvormig. En niet alleen maar mensen werden gemummificeerd, maar ook dieren. Hier zie je een paar voorbeelden. Van een kat bijvoorbeeld, of een aapje, een krokodil en vissen, nog meer katten. Je keek naar Achter de Schermen bij Dummy de Mummy. Je kijkt naar Achter de Schermen bij Dummy de Mummy. Een verhaal over een mummie die vrienden maakt met Goos. En wij laten je zien hoe de film gemaakt wordt. Wat moeten we dan?
Niemand gelooft dat een mummie tot leven komt, maar een verbrand neefje. Dat gelooft iedereen. Een neefje uit Egypte. En verbrand, mevrouw Fiek. Ja, jongens, dit is Dummy. Laten we even kennis maken met de hoofdrolspelers. Nou, ik speel Goos. Oh. En ik ben eigenlijk een jongetje met niet heel veel vrienden. En dan vind ik een mummie. Dummy. Dummy de mummie. Ik speel Annelies. En Annelies is echt een kreng. Alles wat Goos doet, vindt ze niet leuk. En daar moet ze altijd weer commentaar op hebben en zo. Wat heb je eigenlijk onder die lappen? Wat is mis? Onder dat wc-papier zit er poep onder. Het allermoeilijkste vond ik de momenten dat ik echt heel erg gemeen moest doen. En dat de dingen die dan niet gemeen waren, die nog een aantal keer over moesten. Omdat het niet gemeen genoeg was. Omdat je dan bijvoorbeeld heel blij bent en dan opeens heel gemeen moet doen. Dat is best wel moeilijk. Stink je daarom zo? Of stel je je gewoon aan dat je gewoon misschien hey, wil doen? Hou op! Wil je soms ook in het verband? Want dan kunnen jullie samen door de play laten trekken. Acteren is een moeilijk vak. Julian geeft ons wat tips om zo geloofwaardig mogelijk te spelen. Ja, als je een verdrietige scène hebt, dan moet je denken aan iets verdrietigs. Bijvoorbeeld je dode hamster of zo. En dan begin je al een beetje een triest gezicht te trekken en zo. Ja, eigenlijk gaat de rest wel vanzelf. Ik vind het moeilijkste om de blije scènes te doen, omdat je dan... voor je gevoel doe je het heel uitbundig en zo. Dus dat is toch wel raar. Maar uiteindelijk ziet het er wel goed uit. Maar na al dat acteren is de film nog lang niet af. In deze donkere studio gebeurt er nog van alles. Hallo, mijn naam is Julian Ras en ik speel Goos in de nieuwe bioscoopfilm Dummy the Mummy. Nou, welkom in de geluidsstudio. Julian is hier eigenlijk vandaag om stukjes die niet helemaal goed gegaan zijn op de set opnieuw te doen. Oké, Julian, dus ik laat hem nu lopen. En zo gauw je Dummy onder het hout ziet liggen, echt een hele grote schrik. Echt heel veel lucht. Ja. Oké, ja, daar komt hij. Dan heb je zo'n koptelefoontje op en dan moet je de dingen die niet goed te horen waren, of een beetje, of dat er iets doorheen zat of zo, een vliegtuig, die ga je dan opnieuw inspreken en dat zijn we nu aan het doen. Dan moet hij nu eigenlijk die tekst opnieuw doen. Maar er zijn ook stukjes die zijn zo subtiel dat je ze bij de opname niet kan opnemen. Dus heel klein geheig of een schrikreactie. En die nemen we hier ook in een hele stille studio nemen we opnieuw op. Oké, Julian. Het gaat dus om het stukje waarin je hem schrikt van Dummy naar achteren rent. En dan wil ik die bomkakdinges. En bomkakdinges wil ik echt heel erg uit het diepst van je tenen. Bomkakdinges! Welkom in Egypte. Mijn naam is Janko en ik werk in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden. Tijd om in de geschiedenis van onze mummie te duiken. Zoals de plek waar hij jarenlang gelegen heeft, de piramide. Nou, piramides in het oude Egypte die waren gebouwd om de farao's, de koningen, in te begraven. De gewone mensen werden daar niet in begraven. Het was echt exclusief alleen maar voor de farao. En dat is natuurlijk ook omdat het een machtssymbool was. Hè. Iemand wilde laten zien hoe groot en hoe machtig hij was. En daardoor werden er enorme gebouwen gemaakt. Echt schitterend hoog. De grootste piramide in Egypte die staat helemaal in het noorden, in Giza. En die kent meer, die telt meer dan 2,3 miljoen blokken steen. Dat is ontzettend veel natuurlijk. Ik kom uit mijn land, Egypte. Het is het mooiste land van de hele wereld. Oh, dat is zeker mooi, ja. Nou, Dummy de Mummy, dat was natuurlijk een zoon van een farao. En die werd dus ook in een piramide begraven. Want vaak werden de zoons van de farao's, van de koningen, ook in een piramide begraven. Want die waren natuurlijk ook heel erg belangrijk. Kijk eens aan. Heeft er misschien iemand een vraag aan Dummy? Hoe lang ze het doen over het bouwen van een piramide, dat weten we eigenlijk nog steeds niet. Als je over elk blok 1 seconde doet om het neer te leggen, dan ben je nog steeds jaren bezig. Dus het is voor ons nog steeds totaal onbegrijpelijk hoe ze dat eigenlijk hebben gebouwd. En dat is natuurlijk juist het leuke eraan. Je keek naar achter de schermen bij Dummy de Mummy. Welkom achter de schermen bij Dummy de Mummy. Goedemorgen.
Eerst was er het boek en nu is het dus de film. Over een mummie die zijn draai probeert te vinden in de moderne tijd. Ja, jongens, dit is Dumi. Dumi, goed dat je er bent. Ik ben ook heel goed. Kijk eens aan. Heeft er misschien iemand een vraag aan Dumi? Dumi is een heel leuk persoon op de set ook. Het is altijd heel gezellig met hem en hij is heel grappig en zo. Dus dat is altijd heel gezellig. Maar de mummie had het af en toe zwaar. Ja, hij had het af en toe warm. Raar, aardig. Ook grappig omdat hij nog heel veel dingen moet leren. Is toch grappig? Ja, als je natuurlijk duizenden jaren helemaal vast hebt gelegen in een sarcofaag, helemaal gemummificeerd en je gaat voor het eerst weer bewegen, ja, dan gaat het natuurlijk niet echt makkelijk. En wij hebben bedacht, nou, het gaat een beetje met krakker bewegen. En hij blijft altijd een beetje hoekerig bewegen. En in het begin is hij nog een beetje, zit hij nog een beetje vast. En later wordt hij losser en losser, tot hij op een gegeven moment bijna een gewoon jongetje wordt. Hoe heet hij ook weer? Dumi. Dumi. En is dat nou een Egyptische naam? Geen mooie naam. Mooier dan Friek. Maar je ziet wel dat hij toch echt wel een echt gevoel heeft. Echt een hart. Nou, die... Hier. Wow. Kijk wat hij doet. Zo cool. Al die kinderen die vinden Dumi geweldig. En ik kan me dat heel goed voorstellen, omdat Dumi die komt natuurlijk uit een andere tijd. En hij is helemaal niet zo aangepast. En wij, de kinderen in Nederland, die mogen dingen niet en die moeten netjes doen. En Dumi denkt, nou, en ik kan mij het schelen. Ik heb hem niet geleerd trouwens, ik ben de zoon van de farao. En ik kan alles, weet je. En overal waar hij van afstort, nou, hij gaat never nooit, krijgt hij wat. Dus het is super gaaf om Dumi te zijn. Pas, boom, au! Die mummie liep gewoon echt over de set, maar soms moest er ook iets toegevoegd worden met de computer. Visual effects heet dat. Zo kun je zelfs het weer veranderen. Bij een film als deze kun je niet alle dingen echt op de set opnemen. Soms zijn er visual effects, dingen zoals een enorme donkere lucht. Ik vind het vooral heel cool dat je bijvoorbeeld meteen bliksem hebt of een hele donkere wolk of zo. In deze film zelfs bliksem die inslaat in de kist waar Dumi de mummie in zit. En die worden later toegevoegd. Dus er zijn eigenlijk mensen zitten achter computers en die maken hele mooie effectjes of die halen ze ergens anders vandaan en die plakken ze erin. En daar zijn uiteindelijk, geloof ik, nou, 2 of 3 mensen zijn daar wekenlang mee bezig. Dumi leeft door zijn scarabée. Maar hij is hem kwijt. Ja, hier staat dat de scarabée ook het leven kan afnemen. Scarabeeën uit het oude Egypte. Wat zijn dat nu weer? Daar willen we meer over weten. Welkom in Egypte. Op de scarabee van Dumi, daar staat een tekst op dat als Dumi hem verliest, dat hij ziek wordt. En als hij gestolen wordt, dat degene die hem steelt ook ziek wordt. Op de scarabeeën in dit museum, daar staan soms ook teksten op. En dat zijn ook heel vaak teksten die te maken hebben met de gezondheid van iemand in het hiernamaals, in het leven na de dood. Goos, Dumi heeft die scarabee nodig. Dat ding is magisch. We kunnen niet zomaar een museum inlopen en niet stelen. De scarabee in Egypte is een ontzettend belangrijk symbool. Ook voor Dumi de mummie is het ontzettend belangrijk, want hij heeft natuurlijk de scarabee op zijn hart liggen. Hij krijgt zijn levenskracht van die scarabee. En in het oude Egypte was dat een heel belangrijk symbool. Bijna iedereen in Egypte die kreeg een scarabee mee als hij gemummificeerd werd. Want dat amulet, dat beestje eigenlijk, dat beschermde je in het leven na de dood. Want een scarabee is eigenlijk niets anders dan een kever. Sterker nog, een mestkever. Je keek naar Achter de Schermen bij Dumi de Mummie. Je kijkt naar Achter de Schermen bij Dumi de Mummie. Eerst was er de boekenreeks en nu is er de film over de eigenwijze mummie die vriendjes sluit met het jongetje Goos.
Maar wat vonden de acteurs nu het allerleukste om te doen? Ja, het leukste vond ik de scène op de rodeostier. Omdat we er dan soms afvielen en dan moesten we er weer op. Dus dat was wel heel grappig. En dan deden we wedstrijden wie het langst kon blijven zitten en zo. Dus... Regisseur Pim van Hoeven is de maker van de film. En hij had weer hele andere herinneringen aan die maffe mummie. Nou, wat natuurlijk heel leuk is, omdat Dummy die is 4000 jaar dood geweest. Dus als hij weer bijkomt in de wereld, alles is nieuw voor hem. Dus als hij voor het eerst een stofzuiger ziet, ja, dan blijft hij in steken. Dan gaat hij mee in gevecht. Hij denkt dat het een monster is. Ja, dat is superleuk om te doen. En heel grappig. Er ontstaan dan heel vaak dingen spontaan op de set die gewoon heel grappig zijn. Dat scènetje, Pim had dat bedacht al, dat ik verschillende dingen moest pakken, hè, om te slaan. Lofzak de Rollemans, Goos. Er is daar een. Er staat daar een. Goos, dat geloof je niet. Bel jij de politie? Ik regel dit. Wat? En ik dacht, het zou natuurlijk nog leuk zijn dat die man zo in paniek in de war is, dat hij nog ineens kijkt naar waar hij kijkt, maar dat hij praat terwijl hij dingen pakt en uiteindelijk maar iets heeft. En toen zag ik de edit van de film. Pim had die take gekozen. Sophie Cohen speelt Annelies, de grote pestkop in de film. En zij vond eigenlijk alles leuk op de set. Stink je daarom zo? Of stel je je gewoon aan? Ja, eigenlijk was het elke keer gewoon op de set heel gezellig. En dan moesten we weer de set op. En dan was het altijd weer van, jammer. Want dan konden we niet meer verder praten en onze gesprekken afmaken en zo. Moesten we altijd weer wachten tot we allemaal eventjes niet in beeld kwamen. En dan konden we weer verder praten. We hebben ook een groeps WhatsApp, dus daar praten we nog elke dag mee. Dus dat is wel grappig. Is toch grappig? Allemaal leuk en aardig, die gezelligheid. Maar er moet ook een film afgemaakt worden. Hier zijn ze bezig met de filmmuziek. Welkom in de geluidsstudio. Nou, filmmuziek is voor mij heel belangrijk. Dus ik ben al heel vroeg in gesprek met een componist. Die gaat speciaal voor elke scène nieuwe muziek componeren. En met deze film hebben we daar best wel flink uitgepakt. Is echt door een heel orkest is er muziek ingespeeld. En die wordt dan, terwijl het beeld loopt, spelen die eigenlijk mee met de scène om het precies op het juiste moment, de trilletjes of de spanningsmomenten, echt te benadrukken. En hoe zit het dan met dit muziekje? Walk Like an Egyptian, die grote hit uit de jaren 80. Ik vond Walk Like an Egyptian zo'n mooi melodietje en zo goed voor deze film dat ik aan de producent heb gevraagd, mogen wij die muziek kopen, zodat wij die muziek kunnen gebruiken. Maar dan niet de letterlijke uitvoering, maar nagespeeld met wat andere instrumenten. En dat mocht, dus dat hebben we gedaan. Walk Like an Egyptian. Tja, Egypte. Daar moest natuurlijk ook onderzoek naar gedaan worden. Welkom in Egypte. Mijn naam is Janko en ik werk in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden. We weten dat Dummy de zoon van de farao is. Maar wat zijn farao's en wat deden die eigenlijk? De farao was de koning van Egypte, de heerser van het hele land. En hier zien we een portret of een afbeelding van een van de koningen uit het Middenrijk. En dit zou zomaar kunnen zijn hoe de vader van Dummy eruit heeft gezien ooit. En je kunt zien dat het een farao is aan bijvoorbeeld die baard die hij heeft. Dat is een goddelijk symbool, want de farao werd gezien als een god op aarde. En bovenin, maar dat is misschien heel lastig zichtbaar, zie je nog een stukje van een cobra-slang aan zijn diadeem zitten op zijn voorhoofd. En ook dat is een koninklijk symbool. Het is ontzettend leuk, want dan kun je dus altijd een farao herkennen als zodanig. Dit is de Egyptische farao Hatshepsut. Zij was een van de weinige vrouwen die ooit koning is geworden, of koningin eigenlijk. En zij heeft nog steeds een vrouwelijke jurk aan, maar zij heeft wel de Nemes-hoofddoek van een farao. Dus zij is wel als koning afgebeeld, maar ze is nog steeds een vrouw en is daarmee de grote uitzondering in de hele geschiedenis van Egypte. Want vrouwen konden eigenlijk geen farao worden, maar zij was dat wel. Dat is heel bijzonder. Ik kom uit mijn land, Egypte, het mooiste land van de hele wereld. Je keek naar Achter de Schermen bij Dummy de Mummy. Je kijkt naar Achter de Schermen bij Dummy de Mummy. Dummy. Onze dummy komt uit Egypte en belandt in Nederland bij het jongetje Goos. Maar wat weten we eigenlijk van het verre Egypte? We vroegen het de acteurs uit de film. Dit is Dummy. Hij komt uit Egypte.
Nou, wat ik al wist over Egypte is natuurlijk de woestijnen, de piramides, de farao's. Dus dat heb ik allemaal op school geleerd. In het oude Egypte werden de koninklijke families vereerd in het leven, maar ook in de dood. Ik moet wel zeggen dat ik wel meer heb geleerd van de film. Een neefje uit Egypte. En verbrand, mevrouw Frik. Mijn personage in de film heeft niet zoveel met Egypte, maar ik als jongetje wel heel erg, want ik maakte altijd op. De lagere school heette dat toen nog, zo oud ben ik al. Werkstukken over Egypte en ik vrat boeken over Egypte en ik tekende het masker van Toetanchamon na en ik wist alles over Osiris en ik was daar heel erg weg van. Ik kom uit mijn land, Egypte. Ja, mijn opa die komt uit Egypte, dus daar, ik weet wel een aantal dingen daarover, maar voor de rest weet ik niet hoeveel ervan. Wat heb je eigenlijk onder die lappen? En ik heb ooit het geluk gehad om in Egypte te mogen werken in Cairo. En toen kwam ik aan in mijn hotel en dat keek uit, maar echt zo daar op de piramides, vlakbij. Dat is een van de meest indrukwekkende dingen die ik ooit heb gezien. Eigenlijk wist ik helemaal niks over mummies totdat deze film kwam. Ja, dat zou ik zeggen. Vroeger hield ik wel van avontuur. Egypte, dat zit vol met magie. Geheimen, mysteries. Het is de vriend van de hele wereld. Tijd voor een bezoekje aan de studio waar we alles te weten komen over monteren van beeld en geluid. Als we de hele film hebben opgenomen, alle shots, alle draaidagen, dan gaan we daarna de montagestudio in. Dat is een ruimte die ziet er ongeveer net zo uit als dit, maar weer een beetje anders. En dan gaan we van al die verschillende shots gaan we de beste stukjes nemen, achter elkaar plakken. Dat is eigenlijk een hele grote puzzel. Als die helemaal in elkaar valt, dan noemen wij dat het beeld is op slot. Dan gaan we weer naar een nieuwe plek en dat is deze studio, de geluidsstudio. En dan gaan we hetzelfde doen eigenlijk met al het geluid. Een heleboel geluiden zoals bliksem, en iemand die op de grond valt of regen, dat halen we uit de bibliotheek, geluidsbibliotheken. Maar heel veel geluiden maken we ook. Er zitten gewoon mensen, zitten met kleine stukjes hout en met schoteltjes en kopjes, zitten al die geluiden na te maken. Dat noemen we folieartiest. Zelf een ambulance. De scarabée is weg. Ja, die scarabée heeft in de film magische krachten. Maar veel mensen denken dat er in Egypte nog veel meer magie is. Welkom in Egypte. Mijn naam is Janko en ik werk in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden. Egypte, dat zit vol met magie. Tegenwoordig denken wij dat dingen uit Egypte, beeldjes en bouwwerken, piramides, altijd heel erg magisch zijn, heel erg bijzonder. En dat is natuurlijk ook wel zo, maar dat komt eigenlijk meestal omdat wij het zelf niet zo goed begrijpen. Want voor Egyptenaren zelf was dat vaak heel erg normaal. Wat zij bijvoorbeeld dachten is dat je in het hiernamaals, in het leven na de dood, moest werken. Het land moest verbouwen, moest vissen, moest vogels jagen om aan eten te komen. Maar omdat de mensen in het graf, de mensen die dood waren, de mensen die overleden waren, die hadden daar eigenlijk helemaal geen zin in. Logisch natuurlijk. En daarom namen ze dit soort poppetjes mee in hun graf. En dat noemen ze shaptis. En shaptis zijn kleine mannetjes, kleine poppetjes, die het werk moesten doen in het leven na de dood voor de overledenen, voor de gestorvenen. En dat kan je ook zien, want al die shaptis die hebben kleine hakjes bij zich in hun handen om het land te bewerken. En dat is waar ze voor waren. En dan was er een speciale spreuk, een magische spreuk, om ze tot leven te wekken, zodat je zelf het werk niet hoefde te doen. Je gelooft wat je denkt dat je ziet. Zo zijn mensen. Je keek naar Achter de Schermen bij Dummy de Mummy.